Kipfilet. Twee stuks ui. Sambal. Twee paprika's. Eén knoflook. Een perzik. En de rijst natuurlijk. Die gaan we er ook bij doen. Goedendag mensen, welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik ga vandaag kip maken met de rijst. En ik ga de ingrediënten laten zien wat je voor nodig hebt. En ik hoop dat jullie het lekker uit gaan zien vinden. Nou, ik heb nou de uien gesneden. Perziken, paprika en de knoflook wordt ook zo gesneden. En daarna ga ik het in de pan bakken met een beetje olie. En dan een mooi bruin bakken. En de kipfilet ga ik ook nog snijden. Ook die doe ik erin. En een pannetje met rijst laten koken. Een beetje smaak in doen. Alles naar smaak maken. Nou, dit is het eindresultaat qua dingen snijden. Kipfilet gesneden in mooie blokjes, de uien, paprika's, knoflook, de perzik moet ik ook nog even snijden. En zo direct gaan ze gebakken worden, hè?
Wie de persieken. Nou, lieve mensen, dit is het eindresultaat. We hebben alles gesneden en gebakken. Ik zie dat je gaat te knippen. Iedereen.